Acht vrienden uit S hebben besloten om van Texel naar S te gaan lopen voor het goede doel. En vader Ralf en zoon Cas Dikmans geven allebei boeken uit, maar wel op een hele verschillende manier. Welkom bij Dommeland Live. Nou, welkom Ralf, welkom Cas. Heel leuk dat jullie er zijn. Ik ga even een leeftijdscheck doen, mag dat? Ja, dat mag. Net 49 geworden. Oh, ja, ik dacht niet dat je ouder was. Hoor. Nee. En Cas? Bijna 19. Tada. En dan allebei eigenlijk al ontzettend succesvol, zo noem ik het. Zo heb ik het ook gezien in de media en gelezen. Wat super. Ik begin even bij jou, Ralf, want ik mag wel Ralf zeggen. Ja, graag. Het is ooit begonnen, heb ik me laten vertellen, met een Suske en Wiske verzameling. Ja, klopt. Een verzamelwoede, mocht ik het wel noemen. Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment een van de grotere Suske en Wiske verzamelaars van Nederland was. Ja, dat klopt. En eigenlijk altijd verzamelaar geweest en op een gegeven moment de passie gekregen om er ook iets mee te gaan doen. Oké. Oh, goed, om daar zomaar ook even iets mee te gaan doen. Ja. Nou heb ik trouwens iets gelezen over een kaashandelaar. Of heb je in kaas? In kaas? Nee, ik heb ergens gelezen dat jij alles verzamelde wat los en vast was. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat je refereert inderdaad naar een keer dat bij de Albert Heijn, bij de supermarkt, er kazen verkocht werden. En bij die kaas kreeg je een theelepeltje van Suske en Wiske. Oh ja, dat was en het. En ik ben toen inderdaad kilo's kaas gaan kopen om die theelepeltjes te verzamelen. En die ben ik gaan verhandelen onder collega's. Oh, dat was het. Ja, klopt. Dat is wel heel even geleden, ja. Ja, klopt. Maar Suske en Wiske, ja, we kennen het allemaal natuurlijk. Ja. Ik was ook ontzettend fan. Maar vertel, hoe is het verder gegaan? Want jij zei, ik wil daar iets mee. Ja, ik kwam op een gegeven moment in een Suske en Wiske boek te staan. Als figuur. Jij? Ja. Maar dat gaat niet zomaar. Nee. Ik runde toen met een goede vriend Alex, een Suske en Wiske site. Ah. En de tekenaar van Suske Wiske vond het dermate leuk dat hij dacht van hé, ik ga eens wat mensen in een stripboek tekenen, waaronder dan Alex en Ralf. En zodoende figureer ik mee in een van de Suske Wiske stripboeken. Oh, wat leuk. Ja. En die heb jij nog of is dat? Nee, die heb ik toevallig niet bij me. Nee, maakt niet uit. Nee, maar dat vond ik zelf erg leuk. En toen begon het kriebelen weer, het schilderen. Ik zat toen in een periode dat ik bijna tegen een burn-out aan zat. Dat is minder. Dat is zeker minder. En toen dacht ik van, nou, hoe kan ik van iets negatiefs iets positiefs maken? Ben ik heel veel gaan tekenen, heel veel gaan schilderen. En daar werd eigenlijk zo positief op gereageerd dat ik dacht van, eigenlijk wel heel leuk om weer iets meer te gaan doen. Want jij wist natuurlijk, je weet of je een beetje kunt tekenen. Ja, ik tekende vanaf vroeger al hele kladblokken vol. En ik gaf boekjes uit. Dat waren dan gewoon zelfgenieten boekjes die ik dan weggaf. Onder familie, vrienden? Ja, onder mensen die dat heel leuk vonden. Ja. Ik vind het nog steeds jammer, want ik heb er niks meer van over. Maar op die manier weet je ook van, nou, het zit toch een beetje in het bloed. En jarenlang niks mee gedaan. Daar praat ik echt over, nou, misschien al 30 jaar niks mee gedaan. Ook niet getekend, niks. Oké. En toen dacht ik van, ja, ik moet iets doen met die negatieve energie. Ja. En, ook weer de rust in jezelf te vinden. Ja, absoluut. Om gewoon weer een beetje de drive te vinden, weer plezier te vinden. En, dus ben ik zo gaan tekenen eigenlijk. Ja. Maar dan is het nog een hele stap tot al die stripboeken die jij hebt uitgegeven. Ja, dan ga je op een gegeven moment met een stapel tekeningen onder je arm, ga je op een stripbeurs, ga je allemaal uitgeverijen langs. Stoute schoenen aangetrokken en gewoon gevraagd, wil je mijn boek uitgeven? Oh, echt? Ja, en het was overal nee. Dus dat was een heel jammer. Maar het grappige was dat ik diezelfde dag een stripje heb gemaakt met een van die uitgevers als stripfiguur. En zij, want het was een dame, die pakte het op van, dat vind ik leuk. Mensen als stripfiguur tekenen, kun je niet een heel boeken van maken? Ik, ja hoor, dat is goed. Wanneer moet het af zijn? Ja, zegt het is nou augustus, volgend jaar april. Oh, dat lukt me wel. Tuurlijk. Nooit hele bladzijden getekend ervan ook. Maar ja, goed, ik ging die uitdaging wel aan. Wauw. En zo is het verhaal verder gegaan. En zo zijn er steeds meer boeken uitgekomen en heb ik inmiddels een boek of 13 al uitgegeven. Ja. Zo. Ja. En heb je ook, want ja, ik ga hier toch uittrekken, hè, deze. Hier moest ik heel voorzichtig mee zijn, hè? Ja, daar ben ik wel heel trots op. Nou, kun je hem even, dit is een boek voor Q-Music, wat ik heb mogen maken. Van Tom van der Weert en Bram Krikke. Die heb ik ook meerdere keren mogen ontmoeten. En ik als Q-Music luisteraar
werd ja, op de radio gevraagd, wat ben je aan het doen? Dus ik, ja, dus daar ik... hebben wij een fragment van. Oh, leuk. En dat gaan we ook nu laten horen. Oh, dat is echt leuk, ja. Hallo Ralf. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hi, hi. Ja, wij zagen een berichtje van jou binnenkomen. Jij bent aan het striptekenen. Ja, ja, nou. Maar mijn eigen stripboek. Ja, dat kunnen we toch geen werk noemen, Ralf. Dit is toch wel een hobby, toch? Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil eigenlijk wel eens een boekje gaan bestellen dan. Dat lijkt me eigenlijk wat als ik ze naar jullie opstuur dan? Gezien je het dan wel? Sowieso leuk je even gesproken te hebben. Ja, insgelijks. Nou, hoe top is dit? Ja, dat was gaaf. Dat is echt heel top. Want hoe lang is dit geleden? Dit is nou 1,5 jaar geleden. Oh, ja. Ja, dat was gewoon superleuk, want je bent ineens op vakantie samen met je gezin. En je zit op de bank, eigenlijk niks vermoedend. En je wordt gebeld. En ik denk, een nummer uit Amsterdam. Ik denk, moet ik dat opnemen? Mijn dochter zei, neem nou op pap, het kan belangrijk zijn. Nou. Wist ik veel als ik gelijk kreeg. En die vroegen van, ja, we hebben jouw strips gelezen en we willen eigenlijk vragen of jij een Tom en Bram stripboek kan uitbrengen waar wij kunnen als goodie kunnen geven, als weggeefcadeau kunnen geven in Key Music. Nou, te gek. Ik zei, ja, dat lijkt me fantastisch. Dus ja. En dit is de enige die je nog hebt nu? Dit is de enige die ik nog heb. Ja, oh, ja, er zijn natuurlijk veel meer gedrukt. Ja, alleen snap ik. Ik heb een gesigneerd exemplaar door Tom en Bram. En ja, daar ben ik natuurlijk zelf een beetje trots op. En die bewaar ik natuurlijk heel erg goed. Snap ik. Dus, maar ja, ze zijn nog maar te krijgen. Die staan hier in die handtekening? Ja. Oh, ja, die ja, wil ja, ik wel ja, even ja, zien. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, Marta. Och ja. Ik zal het even weghalen. En nog een briefje erbij. Ja. Ik weet niet of ze hem thuis ook kunnen laten zien, hoor. Tom ja. van der Weert en Bram Krikke. Ja. Ja, top is dit, zeg. Ja. Super, maar jij maakt nog veel meer, maar ja. voordat we het daarover gaan hebben, ga ik even naar jouw zoon, die zit heel braaf te luisteren. Is die altijd zo braaf? Altijd, ja, een voorbeeld. Nou. Goed opgevoed. Ja, goed opgevoed. Cas, ik zie daar een boek liggen, 131. Ja. Dat heb jij uitgebracht. Klopt. Jouw eerste boek en niet zomaar een boek, ja, heel mooi. Ik heb begrepen dat het een psychologische thriller is. Ja, het zit een beetje richting fantasy te kijken. Maar het is vooral naar de psychologische spanning. Want ik heb het ja, geïnspireerd een beetje door filmreeksen als The Purge. Ook een beetje Hunger Games. Het zijn iets meer dystopische filmreeksen. Ik knik, maar ik ken dus het dystopisch, niet, je bedoelt utopie. Ja, dat is gewoon ja, ja. het beste wat er kan zijn. En ja. dystopie is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Okay. Dus een beetje een verschrikkelijke wereld waar we niet in willen zitten. Heb ik ook een beetje met fantasy vermengd. Ja. In dus een eigen boek. Er gebeuren wel dingen in, maar het is vooral heel veel spanning inderdaad door het boek heen. En met name ook met mijn studie met psychologie, wat ik studeer. Ja. Inderdaad, ja, een psychologische thriller zou je het kunnen omschrijven, ja. Ik vind het ontzettend knap, want het is jouw eerste boek en het is ook meteen in het Engels. Ja. De reden daarvan is? Ik vind Engels zelf ook een mooiere taal. Ik vind dat je het Engels wat beter kunt verwoorden dan Nederlands, wat sommige uitdrukkingen. Maar ook eventueel met het blik op internationaal, als ik het nou... Blijkt nadat het grootste wordt en het valt goed in de smaak, is het al vanaf meet af aan is het gewoon in het Engels. Ja, ja, ja. En dan kunnen bijvoorbeeld landen, wat Verenigd Koninkrijk of bijvoorbeeld Duitsland bij wijze van, kunnen het ook gewoon lezen. Ja, ja. Zonder dat het eerst nog vertaald moet worden door mezelf of iemand anders. Mm-hmm. Maar met name dat ik het mooi vind en dus eventueel nog internationaal zou kunnen doorbreken mocht het zover komen. Ik vind het ontzettend moedig ook en leuk, want wanneer is het boek uitgekomen? Vorige maand heb ik de eerste druk gehad. Hoe is het ontvangen? Heel erg goed. Ja, ik heb eerst een paar exemplaren aan vrienden gegeven. Om een beetje te proeflezen van, hey, valt het wel goed in de smaak? Mm-hmm. Even aftasten, kan zou ik er nog mee verder gaan met echt het nog beter te maken en zo. En dat is eigenlijk alleen maar goed ontvangen. Zo. Ik heb goede reacties als het leest in één keer door. Ik zat helemaal in het verhaal. Dus eigenlijk als ja, amateur schrijver kun je het bijna niet beter krijgen dan dat soort complimenten. Ik vind het gewoon super tof. Want ik heb wel eens van schrijvers gehoord dat als ze, wellicht herken je dat ook, het verhaal wordt ergens, dat borrelt ergens, het krijgt vorm, ja. het rolt uit je pen of dit soort dingen. En dan gaat dat groeien, je zit daar helemaal in en op een gegeven moment is er een einde. Klopt, ja. ja. Ik heb me wel eens laten vertellen dat dat ontzettend kloten voelt. Ja, klopt. Ja, ja. 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 Ja, je werkt er naartoe en dan is het zover en dan denk je,
Ja, nou is het uit mijn handen. Ja. En nou is het klaar, nou is het weg. Ja, en het was zo'n lekker gevoel om daarin te zitten. Dat had ik vooral bij dit boek van Tom en Bram. Toen dat klaar was, toen had ik echt zoiets van... Ja, het is klaar, het is over, het is... Ja. Alsof het een goede relatie zeg maar ineens uit is. Zo van een stukje rouw. Ja. Ik vond het echt jammer. Ik denk, chips, ik ben klaar. Maar dan komt er in ieder geval uit jouw hand komt er nog heel wat nieuws. Ja. Even terug naar jouw kas. In het Engels, je eerste boek. Je wordt binnenkort 19. Dat wil heel wat zeggen. Je geeft al aan, nou, mocht het internationaal ontvangen worden, dan is Engels veel makkelijker. Ja. Wist je van jezelf als kind al dat je deze kant uit zou willen? Nee. Ik, als kind, dan spreek ik echt over 7, 8, nog op de basisschool. Toen dacht ik, nou, ik trainde een voetspeler van mijn vader van, hé, als basisschoolleerkracht. Ja. Onderwijs had ik eerst te denken. Maar dat is gaandeweg ook middelbare school zoveel veranderd. En toen ik 14 ben schrijven ontdekt. Weet je, de creepypastas, dat zijn online horrorverhalen voornamelijk. Op social media platformen zo ontdekt. Okay. Zelf een beetje geprobeerd. En dat is 4 jaar later op en af gaan schrijven eigenlijk. En dus uiteindelijk boeken uit kunnen brengen. Maar verder zou ik er nooit gedacht hebben toen ik bijvoorbeeld in de eerste zat van de middelbare school. Nee. Zou ik nooit gedacht hebben dat ik in mijn examenjaar een boek zou gaan schrijven. Nee, nooit gedacht. Ja, want je zat natuurlijk toen in de coronaperiode. Ja. En dan is het fijn om iets om handen te hebben. Ik kan me voorstellen dat op die manier een beetje gelopen is. Ja, want... Ik wil niet te veel weggeven, maar het is wel geïnspireerd met de coronaperiode. Oh, ook onder meer dat we allemaal binnen moesten zitten. We mogen niet naar buiten. Dat komt ook goed terug in het verhaal. Uh-huh. Ik kan verder niet zeggen natuurlijk wat precies. Nee. Maar dat komt wel terug in het verhaal. Ja. Dat het ook met name te zien is van net na de coronaperiode. Dat nog vooral meespeelt in het verhaal. Ja. Mm-hmm. Ja. Is vader een beetje trots? Mega. Ja. Mega trots. Ja. Ik wist natuurlijk dat hij met het boek bezig was. En ik wist ook dat hij met verhalen bezig was. Maar op een gegeven moment komt hij naar beneden en zegt hij, goh, papa, kan ik mijn boek laten drukken? En de eerste dag ik dacht van, wat? Een boek, is dat klaar? Hoe? En daar een beetje mee geholpen. En dat was gewoon echt zo van, moet ik je ergens mee helpen? Nee, papa, dat regel ik allemaal zelf. En ik denk, oké, wow. Ja, ja top. Maar super trots vooral. Echt super trots. Ja. En andersom? Ja, uiteraard. Ja, ja. Ja. Ik denk dat het ook geholpen heeft, want papa natuurlijk al wat dingen had uitgewacht. Ja. En dacht, dan... Is voor mij de drempel lager om het natuurlijk ook te doen. Ja, dat snap ik. Ja, nee, dat snap ik. Dus absoluut. Ja. Ga ik even naar de stripboeken. Hoeveel heb je er nu gemaakt? 13 volgens mij, ja. Dat is hartstikke veel. Ja, een kleine oeuvre. Inderdaad. En heb jij zelf ook... Ik zie wel eens tekeningen van jou voorbij komen op Facebook. Maar dan zie ik jou soms ook wel echt in de stijl van Suske en Wiske tekenen. Ja, af en toe dan probeer ik ook gewoon andere stijlen. Ja. Door middel van gewoon een losse tekening. Om op die manier ook weer in de huid te kruipen van die tekenaar. Om eens te kijken van hoe doet hij het? En hoe zet hij zijn inktlijnen? En hoe maakt hij of zij de tekeningen? Dat doe ik dan wel eens. Maar puur gewoon om mezelf te ontwikkelen. Ja, om te proberen inderdaad. Ja. Nou komt er rondom de Boerenmerkt in Liemt. Ja. Kunnen we iets nieuws verwachten, heb ik gelezen. Ja, dat vind ik echt superleuk. Ik heb namelijk een tweede deel van dit boek uit. Het is Verhalen van Vroeger. Oh ja, Verhalen van Vroeger. Het speelt zich af rond 1900. En het grappige is, in het nieuwe deel speelt ook een klompenmaker. Nou, in Liemt, klompenmakersdorp, hè? Nou ja, hartstikke. En het grappige is dat ik een bestaand persoon heb geformeerd tot klompenmaker. Die was in zijn dermate kledij dat ik denk van, ja, die past gewoon perfect in het verhaal. De schrijver René Riva, die vond dat ook helemaal geweldig. Ja, want dat is even wel voor thuis wel even handig om uit te leggen. Het verhaal tekenen is weer iets heel anders als het verhaal bedenken en schrijven. Ja, klopt. En dat doen jullie met z'n tweeën? Ik doe dat met René, ja. 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 Ik heb Tom en Bram bijvoorbeeld helemaal zelf gedaan, maar deze doe ik met René. Okay. Per toeval kwamen we erachter dat we dezelfde hobby hadden. Dezelfde strip vonden we allebei leuk. En we raakten met elkaar in gesprek. René is ook volkszanger geweest van het Nederlands volkslied. En die vertelde, ik heb nog ooit wel eens de ambitie om iets van een verhaal te maken of een prentenboek. Nou ja, goed, van het een kwam het ander. En binnen de kortste keer hadden we Verhalen Vroeger deel 1 hadden we uit. Mm-hmm. Is ook in de plaatselijke krant hier verschenen, een mooie Boksterkrant. En het smaakte eigenlijk naar meer. Dus zijn we naar een deel 2 gegaan die nog dikker werd, nog uitgebreider. Maar ik zocht eigenlijk een mooie locatie om zoiets te lanceren. En de Liemse Boerenmerkt
is op 1 april is ook 150 jaar. Ik denk, dat is een mooie gelegenheid. Zeker. Of 50 jaar, sorry. Om daar dit boek te lanceren. Zeker. Omdat het een beetje in dezelfde tijd afspeelt. Ah, mooi, dus, mooi. Ja. Nog even naar jou, Cas, want het boek is uitgegeven. Hoe ga je het promoten? Hou jij lezingen of signeersessies? Hoe gaat dat? Nog niet echt over nagedacht eigenlijk. Okay. Ik heb staat natuurlijk wel aan de krant, maar voor nu is het een beetje onder eigen beheer. Wil ik het eerst gewoon groter gaan uitbreiden. Mijn schrijfsel natuurlijk verbeteren, zinsopbouw, plot en dergelijke ook nog verbeteren. Ik vind het volgens mij is het hartstikke goed. Ja, natuurlijk. Maar voor mij is altijd ruimte natuurlijk voor verbetering. Als voor ik heb iedereen. Gezien hoe ik ben ontwikkeld in de afgelopen paar jaar, wil ik het eerst sowieso nog iets beter en iets dikkere boeken schrijven. Om het dan eventueel bij de Bruna te leggen en dergelijke. Maar voor nu is het onder eigen beheer. Dat ik dan eerst dat wil uitbreiden en als het dan... Ja, want je geeft jezelf ook wel heel erg bloot, hè? Met een boek wegleggen ergens, hè? Klopt. Dus ben je wel heel kwetsbaar. Ja klopt, inderdaad. Want het ligt zo in de winkel en iedereen heeft er wel te mening over. Ja. En zo heb ik het ook inderdaad een beetje de touwtjes in handen. Dus voor nu hou ik het nog vrij klein. Ja. Maar dat kan denk ik nog wel groeien als ik verder ga zo, ja. Nou, je komt in ieder geval met het volgende boek, kom je maar weer hier naartoe. Ja, graag. Super. Nog even een klein dingetje. Je komt over als een super aardige, sympathieke, intelligente jongeman. Mm-hmm. En dan komen er volgens mij is het best wel een heel gruwelijk donker boek. Klopt, het is, zit er wel wat kanttekeningen in. Ja. Nee, het is inderdaad geïnspireerd door de Purge. Er zitten wel wat grovere vechtscènes, kan ik zeggen, zitten erin. Maar we hebben allemaal een donkere kant, zeggen ze. Zeggen ze wel, zeggen ze wel. Met sommigen komt het iets meer tot uiting. Nou, bij mij in het boek dan natuurlijk. Ja. Maar dat is gewoon in het boek inderdaad. Gewoon de fantasie, de vrije loop. Je kunt het maar beter op papier zetten dan dat je iets anders gaat doen. Iets nuttigs mee doen. Ja, dat het nog vermakelijk is dan iets anders. Heel goed. Nog even een vraag. Ik had vroeger op de Domhelder Camara School juffrouw Dikmans. Die vraag is me eerder gesteld. En er is geen familie. Nee. Maar die naam hoor je zo weinig. Nee, daarom. Ik ben ook import. Ik ben getrouwd met een echte boksersse. Hmm. En ik kom eigenlijk uit Eersel. En daar komt mijn moeder vandaan. Mijn vader komt heel Warmbeek, dus een beetje mengelmoesje. Oh, dus geen familie. Nee. Ik heb zelfs wel iemand gehoord ooit die zei, wat lijkt je toch op je moeder? Oeps. En was dat toch een goede leerkracht? Ik zei, nou, dat is helemaal geen familie. Oh, nou dus... ja. Zo gaat dat dan in de boksels, hè? Ja, maar ja, ook wel heel leuk. De associatie. Hebben jullie nog meer gezinsleden in huis die ook dit soort... We hebben wel... je hebt een zus. Ik heb een dochter. Die is ook wel ontzettend creatief. Oké. Okay. Maar niet in het gebied van boeken of van tekenen. Maar die is nou bezig met de opleiding voor kinderopvang. En is heel goed in de keuken. Is ontzettend creatief. Ontzettend goed met kinderen. Nou, fijn. Dus ja, ook die heeft haar talenten. Ja, dus, fijn. Ja. Nou ja, ieder mens heeft zijn talenten. Absoluut. Alleen niet iedereen ontdekt ze. Nee, dat klopt. Dat is wel een uitdaging. Nee. Ja. Nou mensen, heel erg fijn dat jullie er waren. Alle succes gewenst met de Boerenmert en jij met je boek. Yes, dankjewel. En dankjewel voor jullie komst. Hier heel hartelijk dank. Super. Acht vrienden uit S besluiten te gaan wandelen voor het goede doel. En dat gaan ze doen vanuit Texel naar S. Acht mannen, één doel. Dit is de Lochtentocht. Hey, mannen. Wat is het eigenlijk? Zou je nu op de bank liggen? Wij zijn de Lochtentocht en wij gaan van Texel naar S lopen. We doen het niet zomaar, maar we doen het voor het KWF. Onderweg halen we geld op door middel van verschillende challenges. Als het streefbedrag wordt gehaald, gaan we het ook echt dat werk uitvoeren. Dus voel jij je geroepen? Doneer hieronder en volg onze socials. Kom Tos, we gaan wandelen. Nee. Ja, maar het is voor het goede doel. Ja, oké. Ze zijn allemaal hier en ik laat maar even van je horen. Tos van der Weijden. Ja. Yeah. Gijs van der Zanden. En daar ben jij. Bram van Dijk. Luc Wolfs. Giel Wolfs. Dirk Pijnenburg.
Ja, en aan tafel Lars van Balrooy en Marijn Meeuwissen. Heel leuk. De Lochtentocht. Waar komt die naam vandaan? De Lochtentocht of is het de Lochtentocht? Of hoe zeg je het? Ja, het is de Lochtentocht. En Tos heeft het bedacht. En Locht zeggen we altijd. Oh, dat is Locht. Ja, dat is groot. Oh, oké. Okay. Dat is lang, dat duurt, dat is Locht. En, aha. En ook nog, Locht, we hebben het ook nog opgezocht. Dus dat betekent ook leuk en gezellig. Dus, nou. Perfect, hè? Dat komt helemaal goed. Ja. Een veelbelovende trailer. We hadden wat foto's opgevraagd, redactie, voor eventueel van de trainingen. Voor die hele lange tocht. We hebben nog niet getraind. Nee, oké. Okay. We zijn het wel van plan om onze eerste keer wandelen gaan we doen van S naar de Mos. Daar... willen de mannen wat drinken. Ik drink zelf niet, maar een colaatje is ook lekker. Mm. En daarna willen wij met de taxi terug om, om de eerste kilometers aan de benen te hebben. Ah, heel goed. Want het is van Texel naar Es is zo ongeveer 185 kilometer. Klopt. En dat willen jullie gaan doen in 6 dagen. Dat is wel de bedoeling, ja. Dus 30 kilometer per dag. Ja, zo om en nabij. Hoe is dit idee geboren? Aan welke bar? Nou, het is eigenlijk begonnen op het werk van een paar vrienden. Die waren met z'n vier collega's. En daar is het eigenlijk begonnen als een geintje. Ja. En al heel snel eigenlijk uitgelopen tot een leuk idee. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. En toen hebben jullie bedacht, maar als we het gaan doen, dan gaan we er ook een goed doel aan koppelen. Ja, eigenlijk hebben we daarna meteen gezegd van we gaan een goed doel aan koppelen en dat het doel is KWF geworden. Iedereen van ons heeft er wel mee te maken gehad, familie, kennis. We hebben het over kanker, hè? Vrienden. Ja, dus het kwam voor ons dichtbij, dus vandaar dat we KWF hebben gekozen. Mm-hmm. Dat is een ontzettend goed doel. Nou hebben jullie de tocht gepland voor wanneer? Wanneer gaan jullie hem lopen? In juli. 15 juli tot 21 juli. 20 juli. 20 juli. Ja. jij geeft hem al een dagje langer, maar ja. Dat is niet zo erg. Daarvoor moet heel wat gebeuren, want jullie willen als eerste natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor, dat, voor het KWF. Ja. Hoe pakken jullie dat aan? We hebben nu social media, hebben we Facebook en Instagram. Daarin doen we af en toe een post, meestal een lollig post, dat je iemand gefotoshopt is in een mankini al. Dus in zo'n bikini, maar dan voor mannen, zeg maar. Okay. Zulke posts doen wij om, voor bekendheid. En we hebben tot nu toe al €1500 opgehaald. Tof. Dus, het gaat heel goed en we willen alleen nog maar meer. En dat willen we gaan doen door ook nog zelf activiteiten te gaan organiseren. Naast de challenges die in de tocht, daar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, ja. Ah, dat is gaaf. Nou heb ik op jullie site gelezen, het gaat door als het streefbedrag is gehaald. Heb ik dat goed gelezen? Nee, dat is voor de challenges. Oh, dat is voor de challenges. Voor de challenges is een streefbedrag van bijvoorbeeld €50. Ja. En als dan €50 gehaald wordt, dan gaan we die challenge uitvoeren. Oh ja, nou dat moeten we even uitleggen. Mm-hmm. De mannen gaan tijdens het lopen, je kunt vooraf kun je inschrijven. Ze hebben namelijk de tocht een stuk spannender of moeilijker of uitdagender willen ze maken. En daarin gaan ze challenges houden. Daar kun je vooraf op inschrijven, hè? Daar kun je vooraf op doneren. Ik doe even een greep uit de leuke dingen, want ik heb er een paar meegenomen. Oké. Wat is Atje Vleermuis? Ja, Atje Vleermuis is... ik ben dus oud, hè? Ja, eigenlijk Atje op zijn kop een atje doen. Oké. Dus echt als een vleermuis gaan... Oké. En dat is allemaal, dat staat onder het kopje, dit is vervelend. Ja. Dit is een vervelend challenges. Die hebben we heel veel overigens. Ja, die heb je heel veel, hè? Noem er nog eens een die je zo...
Ja, ik vind, die, ik vind een rauwe uien eten vind ik ook niet zo heel fijn. Dus, Nee. En dan kan ik me voorstellen, mensen kunnen dus van tevoren, die kunnen naar jullie website of naar jullie pagina's overal. En die kunnen zeggen van, nou, ik ga doneren, want het lijkt mij te gek dat ze dat gaan doen. Hè? Ik heb er nog meer, maar die waren, maakten toch maar moeilijk. Die vond ik ook leuk. 1 kilometer geblinddoekt lopen. Ja. Jullie kijken er ook echt bij. Ik hoop dat het niet doorgaat. Ja, die is al gehaald. Dus. Oh, die is al gehaald! Oh, vandaar die sombere blik. Ja. Ja, iemand moet geblinddoekt gaan lopen van ons. En dat wordt bepaald door het rad. Dus we gaan een rad maken met ons hoofd erop. Ja. Dan geven we een hengst aan. En op wie het... op welk hoofd het valt. Die is de shorts, ja. Dus ik zie, jullie gaan... gaan jullie dat allemaal in Texel doen? Of dat rad wordt hier in Boksel? Of in Essel? Ja, we maken alles eigenlijk helemaal startklaar. Dat we dadelijk gewoon kunnen lopen en eigenlijk nergens meer naar hoeven te kijken. Ja, ja. En onderweg gaan we het draaien aan het rad. En de challenges uitvoeren. Ja. Ik moet er toch nog even eentje uithalen die ik ook wel grappig vond. Dat mag ik helemaal niet zeggen dat ik die grappig vind. Ja, 100 meter door de voortuinen van mensen lopen. Ja, ik weet niet hoe ik het zou vinden, maar ik vind hem wel heel leuk bedacht. Ja, we wilden eigenlijk eerst achtertuinen, maar daar dachten we van, dat doen we maar niet. Nee, dat lijkt me ook niet zo. Ja, deze vond ik ook. Van wie komt deze? Rauwe vis in je gezicht slaan. Ja, we hebben ze eigenlijk bedacht op het werk. Dus vier vrienden van ons die werken bij hetzelfde bedrijf. Oké. En daar hebben we eigenlijk op onze telefoon van alles opgeschreven. En dit zijn uiteindelijk de challenges geworden. Ja. Ja. Dus dat. En als mensen daar meer over willen weten, dan gaan ze naar lochtetocht.nl? Ja, www.lochtetochts.nl. Oké, nou gaan we straks nog een keertje herhalen. Even iets anders. Jullie starten in Texel. Ik neem aan dat jullie daar met een hele grote groep naartoe gaan. En wat ga je doen? Ga je daar in een hotel? Of, Ja, we gaan eigenlijk 1 dag van tevoren blijven daar slapen. En dan zijn we met z'n achten en 2 andere jongens die met een bus eigenlijk heel de tocht achter ons blijven rijden. Ja, dat is wel slim. Ja, voor alle spullen en voor de challenges spullen. Slaapspullen, noem maar op. Blare pleisters. Ja. En dan blijven we dan 1 nacht slapen en dan gaan we vroeg in de ochtend vertrekken naar Den Helder. En dan vanaf daar gaan we eigenlijk lopen. En zien jullie het zitten? Ja. 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 We zien het wel zitten, alleen nou nog doen. Ja, ik denk toch wel, ja, jullie zijn hartstikke jong, maar dat je wel een beetje moet trainen. Ja, we zijn er wel bewust van dat het wel lang gaat worden. Ja. Maar, en zwaar. Ja. Maar als we elkaar erin slepen, dan moet het wel lukken. Tuurlijk. En jullie zijn goede vrienden. Kennen jullie elkaar van school van vroeger? Of hoe steekt dat in elkaar? Ja, eigenlijk. Alles uit S natuurlijk. Ja, sowieso allemaal uit S. En veel van school. Paar zijn er eigenlijk later iets bijgekomen. Lars en Luc zijn eigenlijk iets ouder en Tos. Dus ze zijn er eigenlijk iets later bijgekomen verder. Maar ja, eigenlijk allemaal van voetbal en school. Leuk. En voetballen jullie nog steeds trouwens? Ja. Oh, dat draagt ook wel bij aan de conditie. Ja, daarom. Dat komt wel goed. Ja, het komt zeker goed. En dat slapen dan, waar doe je dat dan? Want je gaat een dag lopen en dan hoop je dat je 30 kilometer verderop, dat je dan aankomt. Heb je het dan al gepland? Of? Wij hebben nog niet gepland. Maar de bedoeling is wel dat we dat we tenten meenemen in onze bus. De 2 jongens die rijden de bus, zoals Marijn net al zei. En die tenten, als we denken van dit is een mooie afstand voor vandaag, dan proberen bij een boer of bij iemand thuis in de achtertuin een tentje op te zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Gaan jullie het ook opnemen? Opnemen? Ik bedoel zelf met je telefoontjes? De challenges en zo gaan we vooral sowieso opnemen. Ja. En verder is gewoon stukjes van de tocht, grappige fragmenten waarschijnlijk. En, ja, dat is wel leuk hoor.
Ja, en je kunt ook natuurlijk live stukjes doen. Ja, hè? Precies, daarom. Dat dan kun je misschien nog meer, ja, ik ga allemaal meedenken, ja. Dan kun je nog meer geld ophalen waarschijnlijk. Ja. Hè? Nee, daarom. Dus, ja. Wat is jullie streefbedrag wat je hoopt voor het goede doel over te kunnen maken? We hebben het nu op 10.000 euro staan. Ja, we hebben het wel hoog gegrepen, maar goed. We willen ook nog sponsors erbij gaan regelen en zo. Mm-hmm. En alles wat overblijft van de sponsorgeld wordt ook gedoneerd. Dus ja, verwacht dat er wel een heel eind moet komen. Ja. Ja. Maar ben je aan begonnen, hè? Ja, we zijn wel aan begonnen, ja. Nee, leuke ervaring natuurlijk. Nee, tuurlijk. Dus, met een leuke groep. En jullie zitten in juli, dus dan is het hartje zomer. Hoop ik voor jullie dat het geen 40 graden is. Nee. Ik heb nog een leuke. Want jullie hebben ook groepstaken, hè, als challenge. Ja. Ja, deze vond ik zo leuk. Daar kunnen mensen op bieden, hè? 1 uur lang het nummer Alarmfase Rood van Guus Dogge aanhoren. Die is ook al gehaald. Die is ook al gehaald. Oh, wat goed. 1 kilometer in de Polonaise lopen. Ja. Nou, dat moet ook lukken, hè? Toch? Als echte carnavallers hier zo. Ik ga even nog even kijken, ik vond ze zo leuk. Oh ja, die vond ik ook leuk. Ja, mensen kunnen gewoon kijken. Waar is hij nou? Jullie hadden groepstaken. Oh ja, 15 minuten straatartiesten spelen in Amsterdam. Ja. Heb je dan een beetje bedacht wat je daar gaat doen? Nee. Dit was een heel uitgebreid interview. Nee, ja, nee, het is een beetje dansen of zo. Muziek maken, gitaartje mee, onzin doen, denk ik. Een borreltje erbij. Ja. Scheenbeenharsen. Ja. Staat er ook? Ja, ik vind het echt te gek. Jullie hebben zoveel leuke dingen hier bedacht. Het gaat er natuurlijk om dat er geld naar het goede doel gaat. Ja. Jij geeft al aan dat, hè, iedereen, ja, zo'n beetje wel ervaring heeft met zieken en mensen die te maken hebben met kanker op dit moment. En dat er ook meer onderzoek nodig is. Ja, zeker. Dat staat ook op jullie site, hè? Dus dat is het hoofddoel. Ja, jeetje zeg. Als je een groep hebt, heb je dan in jullie groep, wie is de leider? Bas, denk ik. Ja, ik wil het niet, over mezelf zeggen, maar ik ben wel een beetje de leider van de groep. In welke zin? Ik heb ook, ik doe de opleiding sportkunde. Mm. En vanuit, ik zit in mijn afstudeerjaar en daarbij mocht ik vanuit school. We gingen dit sowieso doen, mm-hmm. maar ik dacht, ik dacht, ik kan het vragen aan school en ik mag het voor school ook echt als een soort opdracht zien voor school. Ah. En dan moet ik uiteindelijk gaan uitleggen via een gesprek wat ik allemaal heb gedaan dit jaar. Hoe ik activiteit heb georganiseerd, hoe de website in elkaar zit. Dus, oh, maar dat is wel goed. Dus vandaar dat, ja, dat ik me nou een beetje de leider voel. Maar voor iedereen doet heel hard zijn best. Voor, maar dan heb je ook meteen een stok achter de deur. Ja ook dat. Ja. Dat is ook... Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat is gaaf. Hebben nog anderen van jullie groep hier nog bijzondere doelen mee? Of plannen? Of is het echt gewoon, we gaan het doen met z'n allen. Hartstikke leuk, goede doel. Ja, het is ooit ergens begonnen en nu gaan we ervoor. Ja, dat is vooral een... we hangen meer een challenge voor ons eigen aan. En we zien wel... Waar kijk je naar uit? Gewoon de gezelligheid. Lekker met z'n allen lopen. Ja, of dat lekker is, dat weet ik niet. Nee, gewoon gezellig met z'n allen bij elkaar. En, En waar ben je een beetje bezorgd over? Of zijn er dingen waarvan je denkt, Ik denk dat we wel bladen krijgen. Dus dat... ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar ik denk dat we op een gegeven moment, na zoveel dagen, dat je ook misschien wel een beetje gaat irriteren aan elkaar. Omdat je... om een kort lontje hebt, maar ik denk dat dat ook bij deze groep ook mee gaat vallen. Dus ik denk dat we eigenlijk nergens bang voor zijn en gewoon die tocht gaan lopen. En jullie kennen elkaar ook al zo lang, dus dan weet je toch al wel een beetje waar de zwakke plekken van de mensen zitten. Ja. Hè? En de kracht en noem maar op. Oh jee. ik hoor van alles. 30 kilometer per dag, 6 dagen, dat is langer dan de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Ja, het is een hele opgave. Het is toevallig ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Oh. Toevallig, hè? Dat wisten we zelf ook niet. Daar kwamen we achteraf achter. Oh, ja. Maar het is tegelijk. Dus we dachten, ja. Goede datum. Ja, goede datum uiteindelijk.
We moeten nou in ieder geval moeten we even gaan zorgen dat, dat jullie natuurlijk een mooi bedrag voor het goede doel binnen kunnen halen. Mm-hmm. Ja, ja, nou Lars, ik zou zeggen, doe gewoon een, het goede doel dat mag, hè, KWF. Ik zou zeggen, doe een goede oproep op de camera. Oké. Okay. Ja, lieve mensen thuis, ja, wij gaan met heel veel plezier onze tocht lopen. We hopen zoveel mogelijk geld op te halen, dus probeer, ja, dus ga doneren via www.delochtentocht.s.nl. Ja, daar kun je op verschillende challenges, je hoeft niet per se op een challenge te doneren, je kan ook gewoon vrij doneren. Dus ja, volg onze socials, de Lochtentocht S op Facebook en de, ja, de liggend streepje Lochtentocht S. Op Instagram en we hebben een TikTok, dus ga het allemaal volgen en ja, doneer, zou ik zeggen. Ik wens jullie ontzettend veel succes en stuur ook af en toe ons berichtjes door, want dan gaan wij het mee in de gaten houden. Dankjewel voor jullie komst. Ja, ja, jullie bedankt dat jullie er mochten zijn. Ik vond het superleuk, een mooie uitdaging. Ook dank aan mijn andere gasten. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende.